Het is het model van een bloem. In de volksmond heeft hij allerlei namen. De tulp die wel eens genoemd. En heel veel mensen noemen het gewoon Gabo. Gabo is de artiest die het gemaakt heeft. Het is bedoeld als schenking aan de stad Rotterdam van het Bijenkorfconcern. Ja, het heeft natuurlijk iets te maken met bijtjes en bloemetjes. Vandaar dat het een bloemmotief is. Het is een tijd lang een berucht beeldhouwwerk geweest. Omdat het heel populair was onder duiven. En de kleur was toen ook meer wit dan wat hij nu is. En na een heleboel gedoe is er een technische oplossing gevonden waarbij de hele constructie licht in trilling wordt gebracht, ultrasonoor. Daar hebben die vogels een hekel aan en sindsdien blijft hij toch in redelijke staat zo staan. De gevel van de Bijenkorf is ook nogal aardig. Die ziet er nou wat vervuild uit. Maar toen het gebouw neergezet werd, werd er geroepen dat het een zelfreinigende gevel was. Dat is niet helemaal gelukt.